Deze keer de reciprozaag van Parkzijd. Daar gaan we eens naar kijken. Welkom bij Harry de Vering en ik ben Harry. Vind je deze films leuk? Duimpje omhoog. Wil je er meer zien? Abonneren, belletje aanklikken. Word je op de hoogte gehouden. En nu snel naar de reciprozaag. Is ook uit de 20 volt serie. Ik heb al verschillende dingen gehad uit de 20 volt serie. En nu er deze is, gaan we kijken. We gaan hem gewoon eens uitpakken en kijken wat er allemaal in zit. Je ziet het, de reciprozaag. Een tijd terug heb ik er eentje van Makita gehad zelf. Dus ik ben er heel blij mee. Ik ben eens benieuwd hoe deze werkt. Deze is wel veel meer. Ik heb eens 12 volt. Deze is 20. Dus ik ben benieuwd. Zit er wederom geen accu's bij. Staat duidelijk aangegeven. Hè. Die moet je erbij kopen. En dan wordt zo'n ding toch al gauw. Accu kost er niet nou. 35, twee stuks. Zit aan de 70, acculaaiertje erbij. Dan zit aan de 90 euro, moet je hierbij optellen. Hè? Voor twee accu's. Ik weet niet wat ze adviseren. Ik heb het nu over de 4 ampère uur accu's. De 2 ampère uur accu's die zijn een stukje goedkoper. Maar ik ben benieuwd. We gaan hem gewoon eens uithalen. Kunnen hem er uitschuiven. Oh. Achterkant van de doos. Nou, staat niks aparts. In verschillende talen. Zit er weer een tie-rapje op. Zo. We hebben zo korte metten meegemaakt. Anders krijgen we het niet open. En er zit een zaag in de doos. En daar is het eigenlijk zo'n beetje mee, volgens mij. Flinke gebruiksaanwijzing. In alle talen. De zaag. Er zit nog een zaag onder, zie ik wel. Oh, die blijft niet vaststaan. Dat is bij Makita wel. Die blijft zo vaststaan. Stop je de zaag erin en dan klikt die vast. Nou, deze moet je hem vasthouden. Op zich ook niet zo erg. En dan heb je een zaag, een paar accu's erop. En het is voor elkaar. Ja, veel meer kan ik er niet van vertellen, hè. Deze hendel. Kun je die verstellen. Zet je hem vast. Staat hij vast. Ja, deze, dat is een goeie. Ik zou het niet weten. Dat zien we wel als we aan het zagen zijn. Knopje moet je indrukken, wil je hem kunnen doen. Ik zal eens een accu pakken en kijken wat hij doet. Accu. Ik ga een stuk staal opzoeken. Dat gaat niet met dit zaagbladje. Heb ik erbij besteld. Ik dacht al, die zitten er niet bij voor staal. Neem eens zo'n zaagbladje mee. En dan gaan we eens kijken of we de staal mee kunnen snijden. Maar dat gaan we niet hier doen. Dat gaan we op locatie doen. Kijken of het past. Ja, dat moet wel passen. Dat is allemaal dezelfde aansluiting. Dat past gewoon. Kunnen we gas geven. Hij is best aan het gewicht. Hij heeft hetzelfde net met al de Parkzijd spul. Het voelt allemaal ja, dat er rubber omheen zit. Op zich niet verkeerd. Links en rechts handen kun je hem gebruiken. Die knopje gaat twee kanten op. Maakt niet uit welk kant je hem opdrukt. Nou doet hij niks. Zo doet hij het. En andersom ook. Dus hij is echt links en rechts handig. Dat is wel makkelijk. We gaan snel ergens anders naartoe en dan gaan we zagen. En we zijn er. Dit is het achtertuin bij ons op het werk. Daar heb ik eigenlijk ook al een jaar niks opgeruimd. Dus het wordt tijd. Die rek heb ik gehad. Stond hier. Stond hier in de weg ook. Ik zeg ja, thuis kan ik het zo ook niet gebruiken. Dus dan maken we het maar kort. En dan gaan we eens kijken wat we ervan willen maken. Ik heb er al wat ideeën voor. Maar ja, dat gaan jullie van eigen zien. Als je rood gemeen iets staal langs ziet komen, dan weet je dat ik hiermee bezig ben. En het was een mooi ogenblik om die zaag eens uit te testen.
Ik had ook mijn slijptol kunnen doen, of net wel, maar zo'n reciprozaag werkt eigenlijk best goed, werkt ook vlot. Viel me niks tegen. Je kunt zien, hij loopt er lekker doorheen. Ik heb het niet gered met één accu. Net het laatste stukje moest ik de accu wisselen. Nou, dat is altijd, hè. Het is maar goed dat ik er twee meegenomen had. Het is zaak om hem zo ver kort te maken nu dat hij in mijn auto past. Ik heb nu een hele grote auto. En dan moet hij wel inpassen. En het is maar zaak. En opletten dat je niet op je kop valt, hè. Wel nadenken dat je niet de tak afzaag waar je op zit, zullen we maar zeggen. Want op een gegeven moment moest het bovenste en middelste spuitje had ik laten zitten. Maar goed, de zaag op zich, want daar gaat die filmpje over. Ja, die deed gewoon wat je moest doen. En dan was die kokers doorzagen. Zonder problemen. Ging gewoon, af en toe, dat klemt hij wel, hè, want zo'n rek is gelast. Zit er spanning in. Maar daar gaf hij ook niks aan. Hij sloeg niet af, hij deed niks. Hij zaagde gewoon, hij deed wat hij moest doen. En daar gaat het op. Op het eind merkte je wel dat hij iets langzamer ging toen die accu bijna leeg was. En dan stopt hij gewoon, hè. Het is niet zo dat hij echt net als vroeger dat hij dan heel langzaam gaat doen. Nee, met deze accu is het. Dan stopt de machine gewoon in één keer. De machine is niet zo heet geworden in de handen dat je hem niet meer vast kon houden. Hier heb ik er eventjes wat beelden van gemaakt met mijn telefoon, hoe heet dat die is geworden, de machine. Dus ja, een goede 40 graden. Op zijn heetst, wat was die, 80 graden daar op dat lichte puntje. Daar is dan wel behoorlijk heet, hou je niet vast. Maar kijk, hier zit die 80 graden bijna. En de rest, het handvat en zo zie je, is niks te warm. Gewoon een leuk klusje. Hij heeft het goed gedaan. En nou is het zaak om alles in de wagen te krijgen. In het blauwe autootje, zoals ik het ding noem. Dus. Kijk, daar vond ik hem wel warm. Ik dacht, doe ik hem eventjes aan. Misschien koelt hij wel. Maar dat maakte niks uit. Heeft hard moeten werken, zijn eerste klusje. En nu is het staal erin gooien. Al wat we geleerd hebben. Kijk, de Makita had ik ook bij. Ja. Onder het mom van... als de park zei het een idee. Dan gingen we door met de Makita. Nee, de flauwekul, die lag er toch al in. Die neemt die oudste van ons nog wel eens mee. Voor te klussen. En dan neemt hij ook mijn auto mee. De rotzakken. En die naar huis te brengen. Hebben we weer wat plek gekregen naast de reserve roeiboot. Hij stond knap in de loop. Dus allemaal weer blij. En dan moeten we nog eens tijd zien te vinden om alles op te ruimen buiten. Maar daar zit er voorlopig nog niet in. Ik ben lang blij dat de bocht geen meter hoog staat. De achterbuurman heeft zijn hek gesnoeid. Dat ligt ook bij ons. Dus wij snoeien hem eigenlijk nooit. Maar goed, zo blijven we maar aan het aan prutsen. Dit is op een zaterdagmiddag. Dus als nog iemand velgen moet hebben met banden erop, die hebben we ook nog staan. Dus we kunnen er niks mee, maar ze staan er wel. En dadelijk die lange stukken erin. Dus, maar ja, goed. Park zei er in Cipro zaag. Dingen heeft het gewoon goed gedaan. Kijk, dat is wel makkelijk. Gewoon door het dak naar binnen toe. Dat hebben niet alle auto's. En dan gaan we snel naar huis toe. En daar moeten we het weer uitlaaien. Jongen, feest. Maar dat gaat goed komen. Wel vastzetten, hè, de lading. Je mag hem niet kunnen verliezen. Dus. Niet dat dat gauw gebeurt zo. En het is maar 2,5 kilometer naar huis. Dus het is niet de wereld uit. Maar dan nog. Je weet maar nooit. Ik zou niet willen dat een fietser zo rek op zijn dak kreeg.
Deurtje kunnen dicht. Nou, het is gewoon. Ik had nog een ander cameraatje staan. Maar die beelden zijn niet goed. Hele rare kleur wat ermee gebeurd is, dat weet ik niet. En we gaan terug de garage in. En dan vertel ik wat ik ervan vond. Maar ja, als ik het al niet verteld had hier. Ik zie jullie zo weer. Hij heeft het gered. Met één accu lukte het niet, maar ik had er twee meegenomen. We gaan eens kijken hoe hij uit de strijd is gekomen. Was nou niet zo'n heel super klusje, hè? Zaten nog een paar kokertjes vol met water en zo. Mooie bende. Maar we gaan eens in de kist kijken. En bekijken hoe hij eruit is gekomen. Daar is hij. Eén accu leeg. Nog maar één lampje. Die gaat de laaier op. Deze accu heb ik erop gedaan. Die zit nog vol. En ja, hij is een beetje vies geworden, maar dat is niet meer als normaal. Het zaagbladje. Ja, verf eraf, maar hij was nog scherp aan het eind. Helemaal top. Beetje roest overal op, maar ja, zoals jullie weten maak ik dat allemaal schoon, hè. Dus hier een beschadiging in het rubber. Ja, kan niet anders met de staal. Hij doet het gewoon nog. Gelukkig. Ik had ook niet anders verwacht, hoor. Dus maar hij zaagde goed. Sterk zat. Geen probleem. Kokertjes doorzagen. Vies werkje. Dat wel. Maar ja, daar zijn ze ook voor gemaakt, hè. Ik heb er nog een paar andere zaagbladjes bij. Ik heb nog wel eens een tactiek moeten snoeien. En hier nog een wat grovere. Deze is voor gewoon hout. Deze is voor nat hout. Als ik mijn eigen niet vergis. Had ik er ook meteen bij besteld. Ik denk, kunnen het maar hebben. Maar allemaal, eerste test doorstaan. Zegt nog niks over de machine natuurlijk. We moeten er meer mee gaan werken. Hij doet goed, hij is best aan het gewicht. Maar ja goed, ik ben die kleinere 12 volt gewend. Iets wat lichter. Dus. En die kende ook wat we net hebben gedaan. Hè? Jazeker. Of hij net zo gemakkelijk als deze erin komt, dat weet ik niet. Had ik moeten testen. Maar ik had maar eens een rek staan, maar eventjes kort moest. Dan moest mee naar huis toe. Dus dat had ik gekregen van oom Nat. Die had er niks meer aan. Die had op het werk neergegooid bij ons. Hij zei, maak me kort en maak er maar iets van. Nou, dat gaan we nou dus doen. Ook mooi om de effen te testen. Het is op staal, hè. Wij zijn koker. 35, 2 volgens mij. Als ik mijn eigen niet vergis. Ja, dan liep hij eigenlijk gewoon makkelijk doorheen. Alleen ja, dan heb je zo'n rektes in elkaar gelast. Dat trekt een beetje en dan ben je er bijna doorheen. En dus klemt hij de zaag vast. Maar dat is niet erg, moet hij tegen kunnen. Dan eventjes. Goed, hebben jullie allemaal kunnen zien? Ik schei eruit, zijn er vragen over? Hoor ik ze graag? Kun je hieronder stellen? Daar probeer ik ze al te beantwoorden. En jullie bedankt voor het kijken. En ik ga afsluiten zoals ik altijd doe. En dat is zoals we in Brabant zeggen. Houdoe.